Nou, ik ben een... sinds mijn 10e ben ik een francofiel, eigenlijk. Na jarenlange vakanties, Provence, de Elzas, eigenlijk overal in Frankrijk zijn wel geweest. En dan word je gek van alles wat je daar ziet. Dus auto's, het eten. En dus ja, ik groeide op met die oude Franse auto's uit de jaren 80 eigenlijk. Ik heb nog een tijdje lang gezocht naar zo'n oude Volvo 300 serie, want ik kom ook al uit de Volvo-nest. Maar ja, rijdt niet zo lekker, een beetje duur in het onderhoud. En dus toen dacht ik, dan maar gewoon een kleine Franse auto. En dan wordt het of een Renault of een Peugeot, zoals deze. Ja, nou, ik vind de 205, ik vind het eigenlijk wel, ben erop gevallen omdat het is een heel mooi ontwerp, vind ik. En eigenlijk rijdt zijn auto veel beter dan wat je ervan van mag verwachten. Hij stuurt lekker, het is heel licht en het is heel makkelijk in onderhoud. Ik kan er zelf, leren ik er een beetje aan te sleutelen. Dus het is eigenlijk voor mij een perfecte eerste auto. Nou, ik had mijn vader eindelijk zo gek gekregen om me te helpen. Dus we reden naar, onder de rook van Rotterdam. Stond hij onder een boom. En dat was zo goor. Geen wieldoppen, geen bumperstrips, niks. En ik dacht echt van, oh god, waar begin ik nou weer aan? Maar, dan praat je met de vorige eigenaar die hem heel goed onderhouden had. En denk je van, misschien is het toch wel wat, weet je. En toen kwam bij het... onderwerp prijs aan. En ik had zo'n fotootje gezien op het internet. Dus ik had 8,50 geboden. Maar toen zei hij al van, dat is te veel. Dus hij zei, doe een bod. Ik zei, 100 eraf, 7,50. Toen zei hij, akkoord. Voor 700 mag je hem hebben. Ik had wel de gunfactor, zeg maar. Ja, een weekje later hebben we hem opgehaald. Mijn moeder, mijn broer en ik. En mijn broer had net een rijbewijs, dus het was ook nieuw voor hem. Met een tennisbal als pookknop. Dus het was ook even vuurdoop in de regen in de nacht. Maar hij heeft het gered. Ja, ik heb hem voornamelijk cosmetisch heb ik hem opgeknapt. Dus ja, dingen als interieuronderdelen. Ik heb bumperstrips gekocht. Ik heb de lak aangepakt, banden, accu. Dus alles om hem weer redelijk betrouwbaar te krijgen. En hij is nog niet perfect, maar hij wordt steeds een beetje beter. En daar gaat het om, toch? Nou, zelf probeer ik het ook al een beetje zelf te doen. Dus ik ga veel naar sloperijen in de buurt, kijken wat ze voor onderdelen in huis hebben. En mechanica koop ik wel nieuw natuurlijk, maar voornamelijk onderdelen die niet meer te krijgen zijn, ja, dan moet je zelf maar op speurtocht. Dus veel interieur en veel bumpers en zo, dat moet je maar gewoon tweedehands zien te ritselen. Ja, als je eigenlijk met een auto van 7 jaar ouder dan jezelf bent, iedereen vindt het wel grappig. Sommige mensen vinden het een beetje vreemd misschien. Maar ja, iedereen die je spreekt, de helft van de mensen zegt, oh, ik heb er ook zo een gehad. En het heeft dan zo'n impact gehad, deze auto. 5,3 miljoen van verkocht. Dus het heeft een enorme schare fans. En iedereen in de Peugeot-wereld wil je ook helpen met onderdelen en onderhoud. En tips. Dus eigenlijk vindt iedereen het wel leuk. Komende jaren wordt het een kwestie van gewoon netjes houden, vrees ik. Want studentenbudget. Maar ooit wil ik hem wel een nieuwe laklaag geven en gewoon helemaal netjes maken. Kraakvrij. Dat soort dingen. Gewoon eigenlijk als nieuw, zeg maar. Dat heeft hij wel verdiend, vind ik. Ja, plannen heb je altijd, toch? Dus ik wil hem volgend jaar, als het van de corona weer mag, gaat hij mee naar Normandië.
En ja, eigenlijk wil ik er nog steeds wel veel verder mee. Misschien nooit een keer naar het Noordkaap, oosten van Europa. Ik bedoel, ik heb tijd zat, ik wil hem niet wegdoen. Dus ik was zomaar ook mee gereden worden, zeg maar.